Such a tremendous carriage driving nation. Here we go. So, very quickly off and running in the drive off. Theo Timmerman gets us going for the Netherlands. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I want. Dan zie je eigenlijk dat je eigenlijk de hitten is rijk, je rijdt best technisch en je raakt de rem niet aan. Dus het kan wel zonder rem. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere and any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Nou, vandaag ben ik hier met Theo Timmerman en doen een klein interviewtje. Ik vraag me heel erg af, jullie doen telkens pulls voor hoofd, maar waarom? Nou, dat zijn gewoon commando's die de paarden aanleert. En over het algemeen loopt er niemand rond die prurren loopt langs de kant. Als je hoog roept en er staat iemand aan de kant die toevallig keer hoog roept, heb je kans dat de paarden dat reageren. Daarom hebben wij gewoon een bepaald commando gekozen, algemeen. Omdat de paarden niet op reageren, dat in het algemeen gebruikt wordt in de volgende tijd. Tijd heeft u nodig om indoorspan te trainen? Nou, om indoorspan te trainen, kijk, de meeste moet je natuurlijk zorgen dat je een compleet span hebt. En normaal gesproken, het indoorseizoen begint meestal eind oktober, begin november. En als je hier goed voor wil bereiden met zo'n goed span hebt, beginnen wij meestal zo eind augustus, begin september rust aan daarmee te trainen. En dan trainen wij meestal door gewoon tot het eind van het seizoen. En wanneer begin je voor het outdoorseizoen? Het outdoorseizoen houden wij de paarden eigenlijk de hele winter rustig aan de gang. En het serieuze werk begint gemiddeld een maand of twee. Ja, het lijkt wel een beetje aan het weer, zeg maar. Zo eind februari. En we daar mee serieus opleiden, zeg maar, richting april naar het buitenseizoen. We rijden natuurlijk vierspan, maar je traint. Ja, ik train zeker met de outdoorpaarden heel veel enkelspan en tweespan. Vierspan niet zoveel. Ik rij vaak vierspan als ik een jong paard erbij heb, dus de positie moet kennen in het span. Maar op het moment dat de paarden ervaren zijn. Daar ben je heel veel bezig met enkelspan en tweespan om idealen te krijgen. Want dat ze op twee kanten gelijk lopen, dat ze op eigen benen lopen. En in het vierspan dan wijk je daar nog wel eens vanaf als je niet hebt. Traint u op specifieke benen? Ja, natuurlijk. Bij ons is, althans in mijn mening, de basis is altijd dressuur. Dus daar zijn wij het meest mee bezig. Ook wat doe ik? Vaardigheid trainen of een marathonhindernis trainen, dan ben ik nog dressuurmatig bezig. Op een gegeven moment deze kan dressuurmatig goed voor elkaar hebben, dan kun je andere onderdelen ook goed uit Zijn er dingen waar wij als beginnende wedstrijd Ja, dat denk ik wel. Wat vaak is, en dat is ook zo natuurlijk het leukste, hè, de marathon, indoors rijden, wat op het moment heel erg in is. Ik zou zeggen altijd beginnen bij de basis, ja, de dressuuropleiding doen en daar vanuit kan doen. Kijk, hard rijden is niet moeilijk. Maar gecontroleerd hard rijden, zoals we hier gezien hebben, dat is weer een ander verhaal. Ja, dus dan zeg ik van oké, als je die dressuurmatigheid onder controle hebt, dan krijg je hard rijden ook veel makkelijker onder controle. Ja, wat vindt u het leukst om te rijden? Enkelspan, tweespan, tandem, vierspan? Ja, het mooiste is natuurlijk vierspan rijden, maar de hele weg daar naartoe. Daar hoort gewoon de rest ook bij. En ik doe het nog veel graag, ik rij ook veel enkelspan. Het is niet dat ik nou zeg, ik moet steeds vaak enkelspan rijden, maar het is gewoon goed voor de paarden. Het leukste blijft vierspan rijden. Wat is uw visie van komend seizoen naar de wereldkampioenschap? Kijk, wij zijn natuurlijk al afgelopen seizoen begonnen met de voorbereiding voor dit jaar de wereldkampioenschap. Vorig jaar hebben wij een grote selectie gemaakt uit paarden. Jonge paarden, nieuwe paarden en daar werd geselecteerd wat we behouden hebben en dit jaar optimaal kunnen presteren voor het wereldkampioenschap. We beginnen natuurlijk een worst, we hebben gelijk een Nederlands kampioenschap, maar ons hoofddoel is Breda wereldkampioenschap. En daar zijn we eigenlijk afgelopen jaar en dit jaar naartoe aan het werken. We hebben daar gewoon een programma voor afgestemd voor onszelf, dat wij menen dat het goed is om naartoe te werken. Daarbij willen we natuurlijk ook in het Nederlands team blijven zitten, waar we de laatste jaren in zitten. En dat is gewoon afhankelijk van de resultaten van de wedstrijd. Dus dat is wel interessant.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen voor deze video en te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Deze dag.